En nou, echt serieus. We gaan nu het volgende rak op. Het is nu echt behoorlijk luid. Een rif. Bieten die houden van mensen, wat jij mij eens gezegd, en die vervulde je wensen, en werd die tuin aangelegd. Nog zie ik jou vrolijk blikken, met armen vol kwam je thuis. O, dat kon ons zo verrukken, overal bieten in huis. Bieten, spreek het tot mij, van verloren geluk. Bieten, die ik in mijn eenzaamheid pluk. Ja, nummer 1. We hebben gekeken naar wie heeft nou een keer iets anders aangepakt, waar toch heel erg een verbondenheid, die samenwerking in zit. Anders dan anderen. Ik kan pas vertellen dat de schippers van dit schip, die hebben gisteravond bloemetjes uitgedeeld aan alle vrouwelijke bemanningsleden. En ze hebben het laten proeven. Nummer 1, vrouwen Cornelia. Hartstikke gefeliciteerd. Dit is de prijs. Hoe mooi hij er ook uitziet. Hij is voor u. En ik weet niet of u dit enthousiaste publiek nog wilt toespreken. Maar dit komt uit mijn andere vak wat ik heb.
Want ik ben een hovelier en wij gebruiken zeer veel al een koolgreepje. Maar dit is speciaal voor de bieten. Zeker. En, fantastisch mooi. Hartelijk dank. Goedemorgen.